Goedemiddag en welkom bij Gisteren Vandaag, de nieuwsshow door en voor studenten. Mijn naam is Vee, we gaan beginnen. Niet langer je mandje vullen en in de rij gaan staan, maar scannen en wegwezen. Albert Heijn startte deze week in 2 Albert Heijn To-Go filialen in het AMC in Amsterdam met kassaloos betalen. Volgende week zal ook de Albert Heijn To-Go in Amsterdam Centraal kassaloos worden. AH To-Go heeft een nieuw systeem gelanceerd. In het AMC in Amsterdam kun je vanaf nu betalen met een pasje of met je telefoon. Tap2Go is een nieuw initiatief van de Albert Heijn, AH2Go. En wat we hier eigenlijk doen is we proberen mensen nog sneller te laten betalen. Dus met Tap2Go hoeven mensen niet meer langs de kassa, maar kunnen ze eigenlijk in het schap afrekenen. En wordt binnen 2 dagen het bedrag automatisch via hun rekening afgeschreven. Via de app koppelen we ook je rekeningnummer aan het pasje. En dan krijg je een pasje en daarmee kan je in principe tappen. Maar je kan ook tappen met bijvoorbeeld je telefoon. Dit was mijn eerste keer tappen. En hoe ging het? Hoe beviel het? Ja, heel goed. Het ging lekker snel. Ja, ik vind het een heel goed idee. Leuk idee. Bent u vaak bij de Albert Heijn To Go? Iedere dag. Als ik werk. Okay. Ja. Wat je wel merkt is dat er een groep is die het echt super leuk vindt en heel enthousiast is over de nieuwe app. En je hebt ook altijd zeker wat mensen die zeggen ik wil nog best wel graag mijn koffietje halen bij die gezellige cashière. Of ik vind het toch fijn om nog even langs de zelfscan te gaan. Maar we zien wel dat het mond op mond gaat het heel erg snel. Dus mensen die zijn elkaar eigenlijk heel erg aan het overhalen en dat gaat snel, ja. Volgens AH2Go sta je met gemiddeld 20 tot 30 seconden weer buiten. De meesten zijn enthousiast. Alleen is het eerst nog even puzzelen hoe je het pasje activeert. Ik moet hem nog activeren. Dus ik moet nog wachtwoord maken. Dat heb ik gisteren allemaal geprobeerd en het mislukte. Dus dat ga ik vanavond overnieuw doen. Als student heb je al vaak niet veel te besteden. Volgend jaar moet er misschien nog vaker bij Omo Duo aangeklopt worden. Uit onderzoek blijkt dat studenten er in 2019 met 2% op achteruit gaan. Hoe is het om rond te komen als student? Ik heb wel vaak leuke dingen, zoals ik ga niet vaak naar de bioscoop of ik koop niet elke maand nieuwe kleren. Studenten gaan er in 2019 met minimaal 2% op achteruit. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van de jongerenorganisatie van het CDA. Ik praat erover met hbo-student social work Angelique Twikker. Hoe lukt het haar om rond te komen als student? Voornamelijk door het feit dat ik maximaal leen. En ik zou eigenlijk ook niet weten hoe ik zonder een maximaal leenbedrag rond zou moeten komen. Maar ben je dan niet bang dat je over zoveel jaar heel veel in de schulden zit? Ja, ik ben er wel bang voor, maar ik wil ook degelijk nog leuke dingen kunnen doen. En ik hoop gewoon dat ik straks een goede baan vind en het snel kan terugbetalen. En heb je ook ooit problemen gehad met geld, dat je niet rond kan komen als student? Maar ik heb wel eens gehad dat ik een enorme tandartsrekening had en dat ik... ineens niet meer brood voor mezelf kon kopen. En dan zit ik nog niet eens op kamers. Heb je wel eens gedacht, nou, ik stop wel met studeren, want het kost me gewoon te veel geld? Ja, sowieso. Ik krijg niet zo heel veel steun van mijn ouders financieel. Dus ik moet het echt allemaal zelf doen. En ik heb wel inderdaad wel eens gedacht, voornamelijk elke keer nadat ik mijn boeken bestelde, van nou, misschien mbo toch wel wat makkelijker en iets minder stress. Want dan krijg je de boeken gewoon gratis en het collegegeld ook. En ben je ook bang dat volgend jaar je nog minder te besteden hebt, omdat studenten dus achteruit gaan? Ja, ik ben daar wel bang voor. Ook omdat ik minder wil gaan lenen. En dan ga je wel even 3 keer nadenken of dat nog wel echt kan. En of je wel gaat rondkomen binnen een maand. Daar moet je wel goed over nadenken. De herstelwerkzaamheden in gebouw X van Winnesheim in Zwolle kosten 4,5 miljoen euro. Dit is 1,5 miljoen euro meer dan verwacht. Wat is er voor dit bedrag precies veranderd? De vloer die bestaat uit beton, maar ook uit heel veel bollen. En daarvoor hebben we in die bollen ankers geplaatst. En die zijn van aan de onderkant aan de vloer vastgemaakt. Je moet zorgen in ieder geval dat die vloer weer veilig is.
Ook boven de parkeergarage van gebouw X wordt gewerkt. Op dit moment zijn we alle doorvoeren in de akoestische ruimte, de studio's, aan het controleren op dat ze geluiddicht zijn en goed afgestopt zijn, zodat we weer dezelfde waarde halen als die voor de grote verbouwing. Het is een gigantische klus geweest. Er zijn momenten geweest als wij als bouwvakkers echt dachten van komt het ooit nog wel goed? Dan was het zo'n ravage hier. En als je dan nu terugkijkt hoe het nu weer is en in wat voor staat, ja, dan begrijp je ook wel dat het om gigantische bedragen gaat. We dachten eerst een goede oplossing te hebben gevonden die uiteindelijk in de praktijk niet goed werkte. Daar moesten we naar een andere oplossing toe en dat is eigenlijk dus een bol op anker geworden en die is dus duurder als de eerdere oplossing. Wat was die eerdere oplossing dan? De eerdere oplossing was een stalen strip van 3 meter lang en die moest dus aan de onderzijde van de vloer gemonteerd worden. En dat is een voordeliger oplossing, maar die ging niet werken in de praktijk omdat het ingewikkeld was om dat ding vast te zetten. We kwamen van allerlei wapeningstaven tegen en daar werd het duurder door, of daar werd het eigenlijk... meer tijdrovend. Inmiddels is een van de laatste zaken die gebeurt het schoonmaken. Begin november is het X-gebouw weer open voor studenten. In Lelystad wordt de laatste dagen flink gebouwd. De Bolstad probeert zijn imago te verbeteren onder de bewoners en toeristen. De eerste stap is het winkelcentrum toegankelijker maken. Devin sprak projectontwikkelaar Erik Roest. Voorbereiding voor een bezoekersvriendelijker winkelcentrum. De winkelstraat De Promese wordt opgeknapt door middel van een nieuwe bestrating en veel meer groen. Daarnaast worden er veel fietsenklemmen verplaatst om zo te zorgen voor een fietsvrij winkelcentrum. Ook de fietsenklemmen die verplaatsen we naar de directe nabijheid hier in de Ducaatpassage. En in de Ducaatpassage kun je dan straks je fiets zetten. En we gaan in De Promese niet onze fiets inzetten, maar gewoon in De Promese zitten, verblijven en winkelen. Dit is het eerste gedeelte. We zullen nog meer fietsenrekken zullen we neer gaan zetten. We combineren het altijd met het groen, dus we zullen wat bomen zullen we neerzetten. We doen het op een manier dat de bevoorrading, de wagen komt er laat, die kan hier nog gewoon langs. Dat betekent dat naast de bevoorrading, want de bevoorrading van de winkels gebeurt allemaal via de binnenkant, de bevoorrading kan hier straks keurig doorrijden. Alleen wat niet meer kan, is dat de bevoorrading op de promissie zelf komt. Ah, okay. En dat geldt ook voor de fietser, die kan straks daar niet meer parkeren, die kan hier keurig staan. Bewaakt of gedekt daar in de stalling of hier op straat. Of bij de Jumbo kunnen ze de fiets neerzetten, maar niet meer op de promissie zelf. Dat is echt het gebied voor de winkeliers, voor de winkels. Ja. Naast de promissie werden laatst ook de fietsenklemmen tegenover het station weggehaald. Tot grote verbazing bij de bewoners die veel gebruik maakten van de volle fietsenstalling. Er gaan geen fietsenklemmen weg bij het station, er komen alleen maar klemmen bij. Okay. Alleen wat wij gaan doen is dat we de klemmen aan de andere kant van het station neerzetten. Mensen die goed opletten zien ook dat het geen nieuwe klemmen zijn, maar dat zijn die klemmen die gewoon op het stationsplein stonden. Mm-hmm. Maar er staan ook nieuwe klemmen bij, dus we gaan het aantal plekken nemen toe. Als wij hier klaar zijn, dan hebben we het zo georganiseerd dat je hier niet meer met je fiets kan rijden. Het is echt verboden om hier te fietsen. Nu is het zo dat je mag er wel fietsen als de winkels dicht zijn en je mag er niet fietsen als de winkels open zijn. Ja. En dat is niet altijd even duidelijk. Nee. En we zijn nu bezig om dat gewoon eenvoudiger te maken. Je mag hier gewoon niet meer fietsen. Kijk, dit vind ik een mooi voorbeeld van wat we ook zelf nog kunnen verbeteren. Hier komt de afvalcontainers worden hier opgehaald en dan gaat er een grote vuilniswagen in zijn achteruit dwars door het winkelgebied heen. Nou, pas op, want achter je rijdt een koerier langs. We staan hier in het centrum van ons winkelgebied. Daar moeten we zuinig op zijn. Ja. En dat is uit elk onderzoek blijkt dat mensen die Lelystad nieuw bezoeken, ze gaan wel allemaal even in het centrum kijken. Ja. En ze hebben allemaal nu de teleurstelling. Maar daar kunnen we heel lang over praten. Wat we gaan doen is gewoon bouwen. Naar verwachting is de vernieuwde winkelstraat in maart 2019 klaar. Iedereen kent ze wel. Filmpjes van appende fietsers die ergens tegenaan rijden. Als het aan het kabinet ligt, mag appen op de fiets straks niet meer. Bart interviewde verkeerskundige en docent gedragsbeïnvloeding Marcus Popkema. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samengewerkt met onder andere Veilig Verkeer Nederland, Flitsmeister en de ANWB om dit soort taferelen in de toekomst te voorkomen. Afgelopen dinsdag kondigde het kabinet aan dat zij het bij 1 juli 2019 willen verbieden om de telefoon vast te houden op de fiets. Daarnaast ging vorige maand een landelijke monocampagne van start, met de boodschap Rij Mono, ga ongestoord onderweg. Appen in het verkeer moet, net als rijden onder invloed,
sociaal niet meer geaccepteerd worden. Waar het hier om gaat is dat de verkeersveiligheid moet verbeteren. We zitten allemaal graag op onze telefoon te spelen. Als je dat doet in het verkeer, dan let je niet meer op het verkeer, wat er om je heen gebeurt. Dan ontstaan er snel gevaarlijke situaties. Dus het gaat erom om de verkeersveiligheid te bevorderen. En nu zijn er al eerder van dit soort acties geweest. Waarom zal deze wel werken? Nou ja, kijk, het is nooit zo. Je kunt nooit zeggen dat het een of het ander precies zal werken. Wat deze campagne beoogt is om de sociale normen te versterken van het gewenste gedrag. Het gewenste gedrag wordt benoemd, namelijk het niet gebruiken van de mobiele telefoon in het verkeer. Over het algemeen is het zo dat als je dat langdurig herhaalt, en dat weten we ook van de Bob-campagne. Deze campagne is op een vergelijkbare manier opgezet zoals de Bob-campagne. Dat ertoe kan leiden dat mensen overgaan tot ander gedrag. Maar het is wel een kwestie van de lange adem. En wat zou op die lange termijn nog meer kunnen helpen om ervoor te zorgen dat mensen hun telefoon niet meer gebruiken in het verkeer? Nou ja, er zijn verschillende opties. Kijk, je kunt het nog technischer dan nu aanvliegen. Je zou zeg maar de fabrikanten kunnen stimuleren om als default in te stellen dat sowieso een telefoon niet gebruikt kan worden als je je verplaatst in het verkeer. Dus dat is een optie. Maar wat ook nog andere opties kunnen zijn, is dat er aanvullende acties plaatsvinden op deze campagne. Er zou bijvoorbeeld in bedrijven voor gekozen kunnen worden om ook plannen te ontwikkelen dat de telefoon tijdens het werk niet gebruikt wordt. Dus als bijvoorbeeld couriers onderweg zijn, en dat is nu al het geval bij DHL, die mogen hun telefoon niet gebruiken als ze zich verplaatsen. Stappers staat bekend als een streng christelijke gemeente waarin vaccinatie en anticonceptie nog niet de norm zijn. Zo komen tienerzwangerschappen daar vaker voor dan in de rest van Nederland. Maar waarom is anticonceptie nog steeds zo'n taboe in deze Bijbelbeltgemeente? Woensdag was het de dag van de anticonceptie. Deze dag is bedoeld om het gebruik van anticonceptie te stimuleren. In de christelijke gemeente Staphorst zien we echter nog vaak dat anticonceptie nog steeds een taboe is. Oud-verloskundige Ottilia Kloosterboer uit de gemeente Staphorst legt uit waarom dat zo is. Ja, vanuit misschien vanuit geloof opzicht. Hè, dat je hier niet mag ingrijpen. En een kind is een geschenk van God en een zwangerschap dus ook. En ja, ik denk dat. Denkt u dat er ook nog verandering in gaat komen? Nou, dat hoop ik. Ik hoop dat dat jongeren zich toch meer ontwikkelen en de wereld steeds groter wordt voor hun. Dat ze ook inzien dat het wel belangrijk is. Ze heeft zelfs ervaringen met vrouwen die anticonceptie wilden nemen, maar het niet mochten van de kerk. Er wordt wel anticonceptie gebruikt. En ik heb ook wel mensen in mijn praktijk gehad die geen anticonceptie mochten gebruiken van de kerk. En die deden het stiekem. He, dan mocht zelfs de man het niet weten. En dan was zij aan de pil of het prikpil of zoiets. En ja, dat vind ik toch wel heel erg dat je, ja. Dat je zo stiekem moet doen. Ja. Ja. Maar ja, goed, ik hoop wel dat het beter wordt. En dat denk ik ook wel. Want de wereld wordt steeds groter. En je kunt je daar niet meer, verschuilen achter een Bijbel of zulke soort dingen. Lydia Ringers komt uit de gemeente Staphorst en heeft 10 kinderen. Zij legt uit waarom zij geen anticonceptie gebruikt. En van vroeger uit werd dat zo verkondigd. Dat God het zo beschikt kinderen te krijgen zoals het komt. En van daaruit, eigenlijk hebben wij destijds besloten om geen anticonceptie te gebruiken. Na de jongste heb ik een postnatale depressie gehad. En toen heb ik gezegd, nou moet ik geen kinderen meer krijgen. Ottilia heeft nog een advies voor scholen en ouders. Als de voorlichting niet optimaal is, dan gaan mensen toch experimenteren. Het is wel gebleken dat hoe vroeger je begint met voorlichting over gewoon seksuele voorlichting en anticonceptie, hoe minder tienerzwangerschap je krijgt. Iedereen heeft wel eens in een overvolle bus gestaan. Dit is natuurlijk erg frustrerend. Reizigers die van Emmeloord naar Zwolle gaan, ervaren dit probleem dagelijks. Sommige dorpjes moeten zelfs overgeslagen worden door de buschauffeur, omdat de bus simpelweg te vol is. Bij de eerste halte lijkt de drukte mee te vallen.
De bus van lijn 141 tussen Urk en Kampen komt op zijn dooiengemak aanrijden en de mensen die instappen zijn op één hand te tellen. Een rustig busreisje voor de boeg, zou je zeggen. Mooi niet dus. De reis is pas net begonnen. In Emmeloord aangekomen stroomt de bus vol en kun je zowat over de hoofden lopen. Pechvogels staan soms met z'n vijven op een vierkante meter gepropt en nog grotere pechvogels kunnen er soms niet meer bij. Steeds meer wordt er geklaagd over de grote drukte op dit bustraject vanuit de Noordoostpolder. Niels Seijnen, student toegepaste psychologie op het Saxion, reist bijna dagelijks op het traject tussen Emmeloord en herkent het probleem. Vooral in Ens heb ik gehoord dat, mensen daar dat de bus daar gewoon vaak langs rijdt, omdat het past gewoon niet meer. En zelf heb ik ook al in overvolle bussen moeten staan, nu al. Ik ga pas 3 weken naar school en het is niet erg handig geregeld, vind ik. In een poging om het probleem te verhelpen worden er extra bussen ingezet, maar volgens Niels helpt dit niet en hij heeft zowel zijn eigen ideeën. Ik heb niet echt iets ervaren van de extra bussen, dus wat mij een oplossing zou kunnen lijken is dat er een bus rechtstreeks van Emmeloord naar Zwolle gaat en dat er dan een aparte bus van Marknesse naar Zwolle gaat, zodat iedereen naar Zwolle toe kan komen, maar dat het een beetje meer verdeeld is, zeg maar. Dus dat als het goed is, iedereen op tijd op school kan komen. En op tijd thuiskomen, dat lukt gelukkig nog wel. In Nederland is er een landelijk tekort aan koks. Restauranteigenaren hebben daardoor grote problemen. Janine Luiks is kok bij Krant Café Cornelis in Epe. Ze vertelt waarom zij ervoor gekozen heeft om kok te worden. En waarom er volgens haar een tekort is aan koks in Nederland. In heel Nederland zijn er veel restaurants die moeite hebben met het vinden van koks. André Zand van Hotel Zand aan Zee zei tegen RTL Nieuws dat hij noodgedwongen 2 dagen in de week dicht moet omdat hij geen kok kon vinden. Daarom vroeg ik Janine Luiks, kok bij Grand Café Cornelis in Epe, waarom zij wel kok is geworden. Nou, omdat het leek mij gewoon heel erg leuk om voor andere mensen te gaan koken waar je gewoon lekker gerechtjes voor kan maken. Dat ze genieten. Daarom heb ik voor de koksopleiding gekozen. Hoewel Janine het zelf erg leuk vindt om kok te zijn, begrijpt ze wel waarom anderen er niet voor kiezen. Omdat horeca vaak mensen met personeel met ervaring wil hebben, dus ruim 10 jaar ervaring. Nou ja, iemand die net van de koksopleiding afkomt, heeft natuurlijk heel weinig ervaring. Dus ja, ik denk dat dat de reden is waarom er nog tekort personeel is in de horeca. De feestdagen moet je natuurlijk graag bij je familie zijn, dus ik denk ook echt dat het een struikelblok is. Het is gewoon een keuze van de jongeren zelf. En dit was Gisteren Vandaag. Tot volgende week.